Ik kan niet zonder mijn vriend. Oh nee, Tilburg. Is dat Tilburg? Nee, dat is Uden. Uden? Nog eentje. Zoetermeer. Ja, daar kon je nog net lezen volgens mij. Nee. Ja, je kan helemaal niks lezen. We kunnen ook zien dat het Nederland is of hier. Komt Stenders volgens mij vandaan. Wie woont er nou? Een Stenders is ook op Nee. Rob Stenders inderdaad wel heel Stenders, ja. Jurgen van den Berg komt het OVP. Maar waarom doen we dit? Omdat ik vanochtend per ongeluk op de zender Limburg en Brabant niet aan elkaar wist te houden. En dacht dat Helmond in Limburg lag. En daar is even over gebeld. Nou, met Roermond is dat helemaal niet zo gek. Nee, precies. Alles op mond dacht ik. Dat eindigde dus dat Roermond. Ja. Ja, precies. Dus we zijn nu even de kennis een beetje aan het opwijzen. Het is wel gemeen voor mij dit, hè? Ja, maar goed. Je moet gewoon met je billen bloot. Dat vind ik echt heel goed. Ik ben jouw verjaardag vergeten. Ja, dat klopt. Ik vind het echt heel erg. Maar het was omdat het in het weekend was, dus ik had er helemaal niet aan gedacht. Ik heb je zelfs uitgenodigd voor mijn feestje. Saved by Tineke. Ja, kom maar even. Maar wat ga je hier dan doen? Ik heb geen idee. Hou je van draaiorgels? Nee. Van Fares? Nee. Koen Nijland, e-sporter. Ik scoor twee heerlijke goals, ik kan niet anders zeggen. Bekend van YouTube natuurlijk ook. Ja. Strijders, welkom bij een nieuwe video. Heb jij een tip voor mijn pleegzoon? Die speelt FIFA namelijk. Kijk, mensen willen eigenlijk heel vaak dingetjes weten van één trucje of één dingetje. Maar de allerbelangrijkste tip is dat hij gewoon rustig moet blijven. Ja? Niet gefrustreerd raken, niet gaan lopen schreeuwen, niet jezelf gek maken naar elke gemiste kans. Want dan gaat het niet goed komen. Dan ga je meer dingen missen. Kalm blijven, echt kalm blijven. Het kan altijd nog, ook al sta je in de 85 minuten 2-0 achter. Als je rustig blijft, dan kan het nog, anders gaat het niet worden. FIFA 18, is het goed of is het maar? Ik vind hem goed, tot nu toe. Waar je goed op moet letten is dat je maximaal 3 snelle wissels kunt voorbereiden. Ik heb natuurlijk alleen nog maar de demo gespeeld. Heel even de echte game, maar tot nu toe ben ik heel erg enthousiast. Dus dat wordt leuk. Oké, nog even een shout-out naar jezelf of is dat gênant? Naar mezelf. Shout-out naar je pleegzoon en groetjes van Koen Weiland. Zullen we het zo doen? Nou ja, naar je eigen YouTube-kanaal. Dus. Oh ja, naar Koen Weiland. Weiland dus, met W-E-lange-I. Ja. Zet je het in beeld zo? Kun jij een beetje zo editen? Ja, tuurlijk joh, dat staat er gewoon in. Nog even laten zien dat we wel Prinsjesdag verslaan, maar er zijn geen beelden van verder, want toen waren we heel druk aan het werk. Vandaag ben ik begonnen met bril opzetten, serieus. Ik voel mijn leven alsof ik een hele dag van Rauwrand heen kijk. Ja, dat is ook zo. Wil je even die deur open doen, alsjeblieft? Je weet dat ik maar één hand heb, hè, om te gebruiken. Ja, kun je die deur even open doen? Nee, ik begon eigenlijk met de oh, die deur. Heb jij even nee, dat kan niet. Jawel. Brandalarm. Oh, dat kan niet. Er gaat echt een brandalarm. Hoe raak je het nou? Oh, wat gedaan! Wat nee. Je wilde gewoon echt het brandalarm laten afgaan? Tjonge jongen. Dankjewel Sielke, dat was een hele leuke vlog geweest. Even een persoonlijk vraagje Kai. Ja. Ben jouw wenkbrauw daar hè? Ja. Komt dat doordat je iets met oogpotloodje bent en die andere? Want hij lijkt wat langer. Of heeft er zo'n oorbelletje gezeten? Ja, hij heeft een oorbelletje uitgescheurd. Nee, het is nog mooier. Ik was aan het sporten, korfbal. Een hele gewelddadige sport. Uh-huh. En ik heb een elleboog gekregen. Maar van een medespeler. Van mijn teamgenoot. Ik kan niet zonder mijn vriend, dus die neem ik mee naar het werk. Of holder een kleedje. Gaat het nog? Oh ja. Ja, moet oppassen met nee, ik doe heel erg 2 uurtjes. Nee, 2 uurtjes duurt het programma. Wat heb je? Je komt er redelijk agressief binnen. Ja, sorry. Je hebt een heel goede dag vandaag. Je ziet er heel goed uit. Dus ik denk, zet de camera even aan. Ja, ik wacht nu tot de rotopmerking, want ik ken je. Helemaal niet. Kan ik gewoon dit doen? Dat je het hierbij laat. Ja. Strijders!